Er is wekenlang flink gebouwd aan de nieuwe boothuis van roeivereniging De Waal in Nijmegen. Het gevaarte van ruim 350 ton lag tot vandaag aan de vroegere stijgers van asfaltproductie Nijmegen. De fabriek die momenteel wordt gesloopt. Vanmiddag vond de reis naar de eindbestemming plaats op de Spiegelwaal. Het is absoluut een spannende dag. Ja. Dit zijn toch grote gebeurtenissen voor de roeivereniging. Hier hebben we jaren naartoe gewerkt. Want jarenlang had de roeivereniging geen eigen boothuis, maar moesten de boten vanuit een loods achter de dijk naar het water gesjouwd worden. Ja, dat was behoorlijk sjouwen met boten vanuit de loods over de weg, over de dijk heen en dan naar het water. Dat was echt een klus. Was je al moe voordat je ging roeien? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Sommige mensen zagen er ook zo tegenop dat ze het dan maar even af lieten weten. Maar zo'n botenhuis van 350.000 kilo sleep je niet zomaar naar zijn nieuwe plek. Ja, daar komt wel bij kijken. Er worden hoge eisen gesteld door de verzekering. Er zitten allemaal pompen aan boord voor het geval er water binnenkomt binnen. En we moeten ook wachten dat er rustig scheepverkeer is, anders mogen we niet oversteken. Dus dat is best nog spannend allemaal. Net zo spannend was het voor de roeivereniging om toestemming te krijgen voor een eigen botenhuis. Daar zijn wij 7 jaar mee bezig geweest. Eerst wijzigingbestemmingsplan en daarna nog een reeks van vergunningen. Tot en met gisteren aan toe de laatste vergunning. Het is echt ongelooflijk wat je daarvoor moet doen. Dus dat slepen valt nog mee, maar dat papierwerk, dat is pas bikkelen. Ja, bijna wel. Ja. Dit is het leuke werk en dat andere werk, dat is het bikkelwerk. Ja, dat is echt zo.